Surinaamse ondernemers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van het Fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemers, KMO-fonds. Dit fonds is tot stand gekomen in samenwerking tussen het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme, HINT, en de Surinaamse Postspaarbank, SPSB. Minister Ferdinand Welzijn van HINT en SPSB-directeur Ginmardo Cromosuto hebben vandaag de officiële samenwerkingsovereenkomst voor dit financieringsmodel ondertekend. De financiering is met name bestemd voor agrarische en houtverwerking en productieondersteunend ICT. Volgens minister Welzijn helpt de regering de ondernemers een stap hoger op te komen middels deze financiële injectie. Hij benadrukt wel dat deze ondersteuning niet gratis is. We hebben, laten we zeggen, buiten de normale regels van de bank, de commerciële banken, proberen wij systemen te bedenken waardoor je dus toch wel wat gemakkelijker aan de financiën kunt komen. Maar nogmaals, de verplichting tot terugbetaling blijft gehandhaafd. Dames en heren, dit moment is voor ons van groot belang. Die gemeenschap heeft er ruime tijd naar uitgekeken. De kleine ondernemers hebben ruime tijd gevraagd wanneer komt dit nou tot stand. En vandaag is dus het groot moment waar wij in staat zullen zijn om de eerste overeenkomsten te ondertekenen en de checks te overhandigen. Minister Ferdinand Welzijn, Susan Tjona Hung Willemsberg en Tanya Liwasu zijn beiden in aanmerking gekomen voor deze financiële ondersteuning. De ondernemers zeggen blij te zijn met dit fonds. We hebben vorig jaar ervan gehoord en we keken uit naar het werkelijk launchen van dit KMO-fonds. En we moesten natuurlijk onze stukken indienen. En daarna zijn we dus, en nu hebben we dit kunnen krijgen. We zijn blij daarom. Wij proberen te professionaliseren en de productie te stuwen en te stimuleren. Dus ook daar heb je machines voor nodig. Maar ja, dan moet je wel gaan investeren. En om te lenen met een sky high rente ben je in principe niet in staat om te gaan concurreren met wat er verder op de markt is. En dan gaat men gauw grijpen naar importproducten. Alus Tanya Liwasu en daarvoor zag u Susan Tjona Hung. Beide ondernemers zijn in aanmerking gekomen voor een financiële ondersteuning uit het Fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemers. Dit fonds is vanaf vandaag ter beschikking van kleine en middelgrote bedrijven.